Dag vrienden van Moestuin TV, welkom op een nieuwe aflevering. En zoals je kunt zien heb ik mijn aarde heel diep losgemaakt. Ik heb er ook wat geteerde compost op gedaan. Laat wel geteerde compost, want wat ik vandaag ga zaaien zijn wortelgewassen. Ik heb een assortiment zaden uitgekozen en daartussen zit pastinaak, rode biet, wortel, een aantal varianten stengelui. Ik heb ook een zaaischalot, een moeilijk woord, en een aantal uien, gewone uien, ook zilveruitjes. En daarmee ga ik nu beginnen. Het belangrijkste van het filmpje heb je eigenlijk al gezien, je aarde zeer goed losmaken. En als je een beetje compost erin verwerkt, moet die zeker geteerd zijn, want we kweken wortelgewassen om de wortel op te eten. En wanneer je te veel voeding gaat geven, zal er te veel loof zijn. En dat is niet wat we zoeken bij wortelgewassen. Ik ga starten in het bed van de wortelgewassen met pastinaak. Pastinaak ga ik 15 centimeter tussen de planten laten en 30 centimeter tussen de rijen. En ik ga per zaaigat twee zaadjes gaan planten. Ik zaai twee zaadjes per gat, omdat het planten zijn die wijd uit elkaar staan. Zaai ik straks wortelen, dan zal ik die in een volledig rijtje gaan zaaien en zal ik die later uitdunnen op de gewenste afstand. Maar dingen die verder uit elkaar staan, zou het zonde zijn om een hele rij van je zaad te verspillen. Dan ga je best eigenlijk meerdere zaadjes per gat in de juiste plantafstand gaan plaatsen. Ik ga niet alle gewassen filmen die ik ga zaaien. Zoek de afstanden en de dieptes op, de zaaidieptes op www.moestuinweetjes.com en veel succes met jullie wortelgewassen in 2016. Ik hou jullie op de hoogte van de mijne.